Behoorlijk schrikken voor Tim Hofman. Er is vorige maand een man met een vuurwapen het BNNVARA-gebouw binnengelopen met het doel om hem te vermoorden. Daar heeft hij vorige week een half uur durende special van boos over naar buiten gebracht, met daarin de beelden en mogelijke motieven van deze verwarde man. Gaat dat niet heel erg snel? Kan hij dat niet beter even bij politie en justitie laten liggen? Bram Moskovic vindt van wel. Kijk, het is geen opsporing verzocht, hè? Dan gaan mensen kijken naar een bepaald programma om de dader te vinden. Hier zit die dader al vast, zegt de gevallen strafpleiter in shownieuws. Er is dus geen urgente reden om met zo'n special te komen, vindt Bram. Die man zit achter tralies. Ik vraag me af of het Openbaar Ministerie blij is met datgene wat Tim vertelt en of het verstandig is. Collega Ronald Molendijk vindt Tim ook een beetje voorbarig. Het proces is nog steeds gaande, het onderzoek, de verhoren. Het moet allemaal nog gebeuren. Het was ook pas vorige maand. Ik vind het vreemd dat je naar iets zit te kijken dat gepresenteerd wordt door het slachtoffer. Dat je je eigen verhaal zo vroegtijdig vertelt. Storybaas Guido den Aantrekker, we vroegen ons ook eigenlijk af of het wel de normale gang van zaken is dat als zoiets jou overkomt en zo'n man ook is opgepakt, dat je dan gelijk al, voordat die zaak überhaupt in behandeling is genomen door het OM, zo'n uitzending broadcast. Hoe kijkt Tim hier zelf tegenaan? Hij reageert: het OM weet ervan, dat zit ook in de uitzending. Journalisten vragen verder nooit toestemming aan het OM, dat druist in tegen alle journalistieke codes en democratische waarden. Hij vervolgt, als je vraag is of onze uitzending de rechtsgang in de weg zit, onze juridische afdeling, mijn advocaat en alle andere adviseurs hebben daar geen indicatie van. Buiten kijf staat dat journalisten altijd hun werk mogen doen en dat we de privacy van de verdachte gewaarborgd hebben. Een onzinreactie vindt Bram het. Het is in zijn algemeenheid niet altijd waar wat hij zegt, want er zijn programma's die terughoudend zijn omdat er ook een strafrechtelijk onderzoek loopt. Dat is aan de orde van de dag dat je als programma niet alles laat zien omdat er nog zo'n strafrechtelijk onderzoek gaande is. Bram denkt dat het OM zich doodergert aan Tim. Ik vraag me echt af of het OM in de fase waarin deze strafzaak zich bevindt blij is met wat er is uitgezonden. Kan zo zijn dat de meest belangrijke dingen niet in overleg met het OM naar buiten zijn gegaan, dan hoor je mij niet, maar als ik de verklaring van Tim zo hoor, dan zegt hij eigenlijk: Ik bepaal zelf wel wat ik goed vind.